Een auto aantreffen waar waardevolle spullen in liggen. Ja. Dan is het even gewoon. Al of mij bellen. Mij bellen of Marca bellen. Ja. Dan neem wij contact met Bonnie. Als we jullie in de buurt lopen, dan kan je er gelijk aanspreken. En dan, dan gaat ze dat natrekken en dan er wordt actie op ondernomen. Is dat niet? Er lopen vier man in één straat, zowel links als rechts. Er loopt Bonnie mee met het koppel wat overblijft. En Marker en ik zijn de bevoorraders. Ja. Zullen we het zo afspreken? Dan gaan we van dat we beginnen als een groep, gaan we daarvoor nemen. Oké, ik sta hier bij de achtervolggroep die achter de bidmensen aanlopen. Wat zijn jullie hier vandaag aan het doen, Marga? We zijn hier bezig om de mensen op te attenderen dat ze niet waardevolle spullen in hun auto moeten laten staan. Zodat we hopelijk de aantal auto-inbraken kunnen verminderen. Ik heb ook eentje. Ja. Weet je ook hoeveel er hier wordt ingebroken in die auto's of weet je dat niet? Nou, exact weet ik niet, maar op het ogenblik is het erg aan de orde, de auto-inbraken. Vandaar deze actie. Dus dat gaan we doen. Niet alle auto's. En bijvoorbeeld waar je dan zo'n zuigknap nog tegen de rijt aanziet. Of een autoradio of wat dan ook. Daar gaan we dan even doen. En probeer even met koppels bij elkaar te blijven. Ja. Want dan kijkt de een aan één kant, de andere kijkt aan de andere kant. Ja, is goed. Ja. Ja? En dan bij één koppel loop jij dan mee, want zij zijn er met z'n tweeën. Dus wie gaat met z'n vieren? Dus jij met Moes. Waarom doet het BID dit en de politie niet zelf? De burgemeester vindt het fijn als de BID-mensen ook meer betrokken worden bij zulke soort acties. En dat is ook om de politie te ontlasten. Er zijn mensen die weten vast niet wat het BID is. Wat doet het BID? Nou, wij zijn al een buurtinterventieteam. Wij proberen de veiligheid en de leefbaarheid van de wijk zo goed mogelijk te houden. En dat doe je overdag en 's avonds, heb ik gezien. Wij doen het alleen maar 's avonds tot nu toe. Alleen de acties zijn overdag. Maar wij lopen één keer in de week en in december lopen we de hele maand. Oké, nou, ik zou zeggen succes met het folderen. Dankjewel. Ja, en dan hebben we nog een foldertje. Het is nooit waardevol. Dus we in die auto mag uitleggen. Oké. Ik wil jullie erin zien. Je moet helemaal niks in je auto hebben. Dat is het beste. Het is echt het veiligste hoor. Ja, soms loop ik in de stad. Vol met auto's natuurlijk. Ja, dat is een stad vol met auto's. Nou joh, dit is gewoon een lekker land. De ene auto is nog mooier dan de andere. En het lijken wel vitrines, het lijken wel etalages joh. Even het armpje erbij. Tjaka. Nou ja, god, het geeft natuurlijk een beetje rommel. Ik ben ook voor het milieu. Ik hou niet van vuiligheid en al die stukjes glas. Maar ja, ik heb dan wel weer een laptopje erbij natuurlijk.